kan slecht liegen. Dat is zo kut. Oh ja? Ja, ik kan heel slecht liegen. En waarom zou je nu willen liegen? Nou, omdat het niet heel handig is om dit te gaan zeggen. Ik doe mijn been omhoog en ik trap zo heel zijn raam eruit. Oh. Ik ben ook heel erg, maar waarom heb ik het nou weer gezegd? Oh, ja. Waarom heb ik het nou weer veroorzaakt? Lauren Verster. Yes. Goed je in het echt te zien. Ik had ook hetzelfde gevoel. Ja? Ja. Oh, ik dacht ook, we're helemaal afgemaakt vandaag. Hé? Ja, ik vind jou zo, ik vind je wel een beetje eng. Wat bedoel je? Nou, een beetje eng als interviewer, weet je wel. Ik soms, ja... Onaangenaam of zoiets? Wat? Onaangenaam? Nee, dat is veel te sterk. Maar ik dacht, want ik had eventjes teruggekeken. Ik dacht, oké, ten eerste heb je je supergoed ingelezen. Bij iedereen die ik zag. Ja. En, nou ja, ook wel kritische vragen. Mm-hmm. Maar je hebt er ook wel een analyse op losgelaten voordat je misschien het verhaal gehoord hebt. En dat vond ik dan een beetje eng. Ah, je bedoelt dan... Ik heb eigenlijk al mijn dingetje klaar en dan ga ik nog alleen de quotes pakken die het mij... Nee, nu maak je het heel extreem. Oh. Nu maak je het heel extreem. Ik bedoelde gewoon dat je gewoon misschien een kritische interviewer bent. Nee, relax. Relaxed. Nou. Relaxed. Eerst, ik wil een baby. Oh ja, ik wil een kind. Ik wil een kind. Ja. Leg even kort uit of zou ik het doen? Wat je doet? Je hebt verschillende singles en stellen 2 jaar gevolgd? Langer dan 2 jaar gevolgd? Bijna 3 jaar. Bijna 3 jaar gevolgd? Ja, het zijn eigenlijk allemaal mensen die zijn op zoek naar een eicel, een spermacel of een baarmoeder. Het zijn wel allerlei bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld het homoseksuele stel met een aardig leeftijdsverschil van... volgens mij de 70-jarige man destijds al 3 kinderen heeft uit zijn voorgaande heterohuwelijk. Ja. En er zijn ook gevallen bij waar de aanstaande moeder zegt van... ik zou graag een kind willen, maar ik hoef niet zoveel moedertaken. Ik zie mezelf niet echt als moeder. Maar ik wil geen moeder zijn. Moeder zijn zelfs. Ik wil alleen maar zwanger zijn eigenlijk. Dan heb je nog een lesbisch stel dat zegt... we willen graag een kindje, maar we zijn ook heel erg gehecht aan onze vrijheid. Dat zijn toch wel veel gevallen wat ik denk... Die zien een kind net een beetje een soort houtkachel in de tuin. Of een leuk zwembad of een soort... Een soort nieuwe Gucci-tas. Ja, dat vond ik nog best wel... Dat deed wat met me. En ik denk dat een beetje het doel was van de serie. Nou, ik vond ten eerste... Het gebeurt gewoon heel veel in Nederland. Er zijn overal informatiedagen... Ja. Waar mensen heen gaan die dus een kind willen... En die dat op een of andere manier moeten fixen. Hè? Om het even oneerbiedig te zeggen. Ja. Dus die daar een ander voor nodig hebben die ze nog niet kennen. Die gaan een soort datingtraject in of een soort sollicitatietraject om iemand te vinden om een kind mee te maken. Dat gebeurt overal. Ik ben naar die informatiedagen geweest. Die zitten bomvol. Er komen honderden man op af. Mm-hmm. En dat de politiek worstelt daarmee. Want die zeggen, oké, in Nederland mag je jezelf niet... Je mag geen oproep doen voor een draagmoeder. Dus je mag niet op Facebook zetten... Wij zijn een leuk homostel en zoeken een draagmoeder. Want dat is strafbaar. Ja, je mag het niet buiten je privékring doen. Nee, maar ze gaan het toch doen. Ze gaan het toch doen. Dus dan, wat ze dan gaan doen is een lied maken. Dat op de radio proberen te pitchen. Waarin ze dus zingen over hun kinderwens. Maar ze hebben geen vrouw in de hoop dat iemand dan gaat bellen. Dus het zijn allemaal verborgen manieren gaan die mensen zoeken om aan aandacht te komen. Ja, en ook als een arts een draagmoeder weet, mag die het niet zeggen. Nou, wij hadden natuurlijk zoveel mensen die... Bijvoorbeeld een vrouw die zwanger wil zijn. Mm-hmm. Gezond en jong is, maar geen moeder wil zijn. Ja, apart verhaal, maar goed. En 2 mannen die een draagmoeder zoeken en niks liever willen dan een kindje, al 10 jaar. Ja. Die ik allebei volg, maar die mag ik niet aan elkaar koppelen. Terwijl ja, was het opgelost geweest. Wat voor straf staat erop dan? Dat weet toch ook eigenlijk dat niemand? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, je kan elkaar toch tegenkomen uit de supermarkt. Ja, en daarover hebben te vallen. Ja, dat is waar, ja. Ja, ik zit bij de Afrotrossen keurig omhoog. Ja, maar wat me moeilijk lijkt, jij was tijdens het ontstaan van de... Van het eerste deel van de serie was jij zelf zwanger. Ja. Probeerde ook zwanger te worden. Ja. Heeft dat niet ervoor gezorgd dat je minder open stond voor die mensen die bijvoorbeeld zeiden van ja, ik wil een kind, maar ik hoef het niet iedere keer te zien. Of ieder, weet je, om de week is genoeg. Dat je dacht van, hé, hoe kan dit? Waarom sta je er zo in? Daar minder open voor. Ja. Nee, ik was voordat ik aan die serie begon, dacht ik, kut, het lukte bij mij ook niet om zwanger te worden. Dan zit ik 2,5 jaar in dezelfde misère als deze mensen. Stel je voor dat het zo was gegaan, dan was die serie best echt wel heftig geweest. Ja, want ik was natuurlijk ook al 37 of zo en ik had een kinderwens en eerst was mijn relatie uitgegaan. Dus ik had er best wel stress van. Ik werd wel 's nachts wakker en ik dacht, oh god, en wat als deze relatie nu mislukt en wat als het allemaal niet lukt. Je huidige relatie. Ja. Ja. Dus ik dacht, nou misschien zit ik dan straks ook in zo'n stresstraject, net als die mensen. En dan zit ik dag in, dag uit in dit onderwerp.
Dat was mijn grootste angst. Dat gebeurde niet, want ik werd zwanger en kreeg een kind. Mm-hmm. Nou, voor sommigen was dat confronterend. Maar ja... De mensen die je hebt gevolgd? Ja. Ja. Maar ja, je kunt het toch niet weghouden, want anders is het wel de buurvrouw of je nichtje of je beste vriend. Of ja, iedereen krijgt kinderen, dus ja. Maar je had wel wijdere kleding kunnen dragen, bijvoorbeeld. Ja. Want je draagt wel, op een gegeven moment draag je wel een soort kamerjasachtig, of overjasjeachtig, maar dan wel een soort strak shirt, waardoor je buik geaccentueerd wordt. Ja. Heb je nooit gedacht bij een draaidag, ik ga het verbergen? Nee. Dat is gewoon omdat het zo samenvalt met je persoon dan, op dat moment, het zwanger zijn. Ja, misschien heb ik het ook wel gewoon gebruikt in het programma. Onbewust? Ook wel bewust. We hebben één vrouw gevolgd, die heeft geen baarmoeder. Ja, daar heb ik ook wel een gesprek mee over gehad. Ik zei, hoe is dat voor jou dat ik hier dan hoogzwanger zit, weet je wel? Dat je dit overal om je heen ziet. Dus het moet vreselijk zijn. Je bedoelt, dan gebruik je dat bewust om bij haar een reactie te ontlokken? Ja, omdat ik wil natuurlijk haar verhaal vertellen van, ja, hoe is dat? Ik bedoel, al haar vriendinnen krijgen kinderen. Maar vond je dat relaxed? Nee, ik vond het niet relaxed. Zij vond het ook niet relaxed. Maar was dat jouw idee dan? Nou ja, als je een portret maakt over iemand en dat doe je 3 jaar lang, dan hoort alles daar natuurlijk bij. En de confrontatie met mensen die kinderen krijgen als jij geboren wordt zonder vagina-ingang en zonder baarmoeder, wat een heel traumatische geschiedenis is voor zo'n meisje. Die confrontatie met het leven hoort daar natuurlijk bij, hoe pijnlijk ook. Dat gebruik ik dan wel. Wauw. Maar het vertelt natuurlijk wel iets over haar, weet je wel. En we hebben ook haar hand toen op mijn buik gelegd. Toen ging ze, werd ze natuurlijk ook wel emotioneel en zo. Dat is niet gefilmd, toch? Ja, ze is denk ik wel gefilmd. Ja, ze is wel gefilmd, ja. En gebruikt? Ja. Nee, dat hebben we niet gebruikt. Jij bent altijd... Jouw stijl is altijd hetzelfde gebleven, hè? Al die jaren. Ja. Hoe komt dat? Mijn kledingstijl? Ja? Ik ben gewoon heel stijlvast. Het is niet alleen mijn kledingstijl, het is letterlijk deze schoenen. Ja. En letterlijk deze jas en letterlijk dit shirt. Ik vind dit gewoon een fijne jas. En ik vind deze schoenen heel fijn. En ik heb ook mensen die mij aanspreken in de supermarkt die echt serieus zeggen, trek eens een keer andere schoenen aan, want ik word er echt niet goed van. Dus ik heb gewoon eigenlijk altijd hetzelfde aan. Zeg eens wel eens over je haar, over je kapsel. Nee, dat valt wel mee. Okay. Mijn moeder zegt natuurlijk altijd van, god, kam je haar eens een keer. En toen had ik Jasper, mijn grote liefde, aan de haak geslagen. Zei ze, oh, nou heb je daar ook zo een met ongekamd haar. Want die heeft ook van dat lange, ziet er ook niet uit. Waarom is het je grote liefde? Ik vind hem heel eigen. Daarin, ik weet niet, hij lijkt gewoon op niemand. Het lijkt alsof hij overal doorheen surft of zo. Maar zit je nooit in een tram of op de pont en kijkt om je heen en je denkt van, ik zou sowieso met minstens 2 of 3 mensen hier in mijn leven kunnen slijten, als het zou moeten? Niet eens extreem tegen je zin in? Want grote liefde, dat is zo'n unieke kwalificatie, weet je, dat je dan... Ja. Nou ja, ik heb best wel veel relaties gehad en ook best wel geëxperimenteerd met open relaties en dat soort dingen. Langdurig. Ja. Ja. Vond je dat leuk? Nee, ja, maar dat werkt allemaal niet. Oh. Ik dacht natuurlijk van wel. Want ik dacht, ja, waarom moet je nou... Ik had allemaal theorieën, weet je wel. Ik had natuurlijk allemaal bedacht en zo van, ja, waarom moet je eigenlijk nou met 1 iemand zijn? Je bent zo'n hippie, jongen. Polyamoren stellen in een huis. En die ging dan... Heb je dat gedaan? Ja, dan hadden ze met z'n 10 een relatie. En dan dacht ik, nou, zie je, zo kan het ook. En dan haal je bij de een haal je dit en bij de ander dat. En is het vrijheid blij met iedereen en nou ja, zo. Hoe oud was je toen? Ja, 3 jaar geleden. 33 of zo. Oh. Oh, joh. Ja. En, was ik daar helemaal op die experimententocht. Dat gaat helemaal niet. Nee. En, ik heb bij iedereen die ik zie die het geprobeerd heeft, is het gewoon helemaal kapot gegaan. Dus daar ben ik helemaal van teruggekomen. Heb je mannelijke vrienden? Ja. Oh ja? Mm-hmm. Dat vind ik ook een illusie. Ja? Ja. Ik geloof er niet in. Oh ja. Er is toch altijd een soort stukje waarvan je denkt van ja, we zijn toch man en vrouw. Tenminste, als het hetero mensen betreft. Ja. Ja. Ja, ik weet het niet zo goed. Ja?
Ik heb wel één heel goede vriend, maar die was eerst met een man en nu met een vrouw. Dus dat is een beetje ondefinieerbaar wat het nou eigenlijk allemaal is. Is het nu tijd om jou verwijderd te maken als moeder? Oh ja. Je wilde niet meer ver gaan reizen. Nee. En toch is dat weer gebeurd. Ja. Omdat er gewoon brood op de plank moet? Of omdat je denkt van, het kan heus wel? Ja. Ja, eigenlijk. Ik kan slecht liegen. Dat is zo kut. Oh ja? Ja, ik kan heel slecht liegen. En waarom zou je nu willen liegen? Nou, omdat het niet heel handig is om dit te gaan zeggen. Nou, ook omdat de NPO tegen mij zei, luister, ja, daar ben je gewoon goed in. Dat vindt iedereen leuk, dat heb je altijd gedaan. Dat wil zeggen reisreportages naar onbekende werelden waarvan alles en nog wat gebeurt. Ja. Ja, dat is waarvoor we jou willen. Ja. Dus dat is een beetje dat gesprek wel wat we gehad hebben. Is ook vleiend. Hè? Is ook vleiend. Is ook vleiend, maar ik dacht natuurlijk van, oh, dat lag nou niet echt meer in mijn planning. Ik wilde eigenlijk liever meer in Nederland blijven. Maar ja, met wat dan? Ik zit natuurlijk ook vast bij NPO 3. Mm-hmm. Exclusief, dus ik kan ook niet makkelijk dan zeggen van, oh, weet je wat, dan ga ik wel voor net 5 een programmaatje erbij draaien of zo, weet je wel. Ja. Dus en toen was ik natuurlijk meer dan een jaar niet weg geweest, want ik ergens ook wel weer zin of zo. Toen was ik ook nog niet zwanger. Toen dacht ik, nou ja, weet je wat, ik ga er gewoon wel weer een paar maken of zo. En dan kijk ik wel hoe het gaat of zo. Ja. Dus een beetje van alles. Maar ook een beetje omdat ze dus wel zeiden van, ja, dat is wel gewoon waar je goed in bent. En dat is waarvoor we je willen hebben. En ja, jammer dat je andere plannen hebt, joh. Ja. Hoe ga je dan naar huis na zo'n gesprek? Wat voor gevoel overheerst er? Ben je dan vrij rationeel en zet de knop om van dit is gaan werken? Of denk je van, fuck? Ja, hoe ging ik nou naar huis toe? Nou ja, op zich dacht ik van, oh, dan ga ik gewoon een paar reisreportages maken. Ik doe er maar 1 per maand, hè, 1 reis. Dus het is niet dat ik de hele tijd weg ben. Maar hoeveel kan je nog met betrekking tot je zwangerschap? 5? Ja. Ja, hoe ging het dan naar huis toe? Nou, eigenlijk best wel goed gemutst. Okay. Ik dacht, nou ja, we gaan er gewoon aan beginnen. Maar ja, mijn vriend die zei, ja, je wilde toch niet meer? Ja. Dus, ja, nee, dat klopt. Nou, nu weer wel. Ja. Ja. Dus ja, ik kwam er naar tegen. Oh ja, ik kwam een andere presentator van reisprogramma's tegen op straat. Die zei, oh joh, je komt dat reishoekje maar niet uit. Ik zeg, nee, dat komt. Jullie reisjournalisten komen elkaar gewoon tegen. Jullie reisjournalisten komen elkaar tegen. Nee, dat je gewoon, kijk, jij bent nu bekend met deze type interviews. Mm-hmm. Ja, dan is het best. Dan zul je zien dat je steeds gevraagd wordt voor dit soort type interviews. Snap je? En als je dan op een gegeven moment denkt, weet je wat, ik wilde eigenlijk. Het is een typecasting bijna. Ja, ik wil, weet ik veel wat, een luchtige talkshow doen. Noem maar, nou, dat ligt dan als een verkeerd voorbeeld. Probeer iets voor jou te bedenken wat dan verder afstaat. Ja? Dit? Ja? Nee, ik vind het niet heel luchtig. Okay. Nee, maar dat zou je dan nog wel makkelijk kunnen als overstap. Ja. Daar gaan we eigenlijk heen? Ik breng je terug. Oh ja.